Hey, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Hoor je de achtergrond? Ik weet niet of je het kunt horen, maar ik denk het haast wel. Want ik heb vorig jaar ook heel veel podcasts opgenomen in de tuin. Ik wou zeggen in de telefoon, ja natuurlijk. Maar ik bedoel in de tuin. En ik zit ook buiten. Ik heb zowaar een zonnebril op mijn hoofd en... Ik zit gewoon waanzinnig te genieten van het voorjaarszonnetje. Ik zou bijna zeggen het winterzonnetje, officieel hè. Maar dat op 24 februari gewoon mogelijk is. Vorig jaar was het trouwens ook zo. Dit is gewoon ja, echt super fijn. En ik heb ook nog deze week vakantie. En heel veel mensen zeggen, ja, maar je hebt een coaching. Ik heb dan vanmiddag een coaching. En ik ben heel erg bezig met mijn academy en aan het podcasten. Hoezo vakantie? Maar ja, het is natuurlijk ideaal dat iets wat je hobby is, als je daar voor een deel ook nog voor betaald krijgt. En daarom voelt het gewoon als vakantie. Ik doe het omdat ik er zin in heb. Ik doe het wanneer ik er zin in heb. En ja, dat is gewoon heerlijk. En voor de rest ben ik vooral met mijn dochter en met Luca, mijn stiefzoon, op pad. Lekker aan het toeren, wat wij bijvoorbeeld maandag hebben gedaan. Het is nu woensdag, omdat er natuurlijk weinig te doen is met corona. En ik wel heel erg van avontuur hou, zeg maar. Dat is een van mijn waarden. En vrijheid hebben we gezegd, nou weet je wat we doen? We pakken de auto. Het is prachtig weer en we gaan een beetje toeren. En Luca die kan dan op zijn telefoon, op Google Maps, zoekt hij een tentje uit waar we eventueel wat eten kunnen halen. En dan gaan we ergens buiten als dat kon. Nou, dat kon bij niet. Dus in de auto, op we eten. Heel gehannes en gedoe. Maar het improviseren is natuurlijk ook een soort van, nou ja, avontuur. Hè? Het is anders dan anders. En gisteren zijn we op pad gegaan. Eerst met Lisa, mijn dochter en haar hond. Busselo is trouwens nog wel een grappig verhaal. Want ik moest natuurlijk weer plassen. Ik drink heel veel. En naar Busselo gaan, dat is een recreatiegebied, een recreatieplas. En dat was redelijk spontaan. En normaal als ik weet dat we bijvoorbeeld een paar uur weg zijn en gaan lopen, dan drink ik gewoon wat minder. Maar goed, dat had ik even niet gedaan. Dus je snapt het al wel. Ik moest weer plassen. Dus ik dacht, ik ga even tussen, ja, wat is het, rietachtig iets zitten. Dus ik zat daar heerlijk te plassen en toen zag de hond mij. En die raakte helemaal enthousiast dat hij mij zag. En ze rende naar me toe. Echt. Ik kreeg een hele enthousiaste, nou ja, hoe zeg je dat? Knuffel. En toen pieste ik over mijn eigen broek. Dus dat kan natuurlijk ook. Nou, dat was dus gisteren. Het was gelukkig op een plek waar het nog redelijk tactisch was, zullen we maar zeggen. En gewoon ergens op mijn broekspijp. Maar goed. We zijn desondanks dat, met een beetje gepiel en schoonmaak, zijn we naar Deventer gereden. Want Luca had bedacht dat daar een ijssalon was. En dan gingen we dan naartoe een rondje door de stad gelopen en daar een broodje gehaald. En zo kun je er toch nog echt iets heel leuks van maken. Ik vind sowieso toeren in de auto, vooral als de zon schijnt en ergens stoppen en zomaar ergens heen rijden. Of lekker koffie drinken of wat dan ook. Oh, vind ik zo lekker. Zo heerlijk. En gewoon binnen doorwegen, wegen die we niet kennen. En nou ja, dat is gewoon heel fijn. En het is ook gezellig, want je hebt ook gewoon leuke gesprekken. Nou goed, het werd een beetje abrupt afgebroken. Want we waren in Deventer en toen belde de moeder van Luca dat hij over een half uurtje bij de orthodontist moest zijn. En dat was hij een beetje vergeten. Dus, maar goed, anyway. Ik zit hier dus op woensdagmorgen. En vanmorgen om 7 uur hadden wij de aannemer al op de stoep. En we hebben onze verbouwing doorgesproken die volgende week al van start gaat. En dat is best allemaal even spannend. Maar niet meer zo spannend als dat ik dat een paar jaar geleden had gevonden. En ik heb er gewoon alle vertrouwen in dat het hartstikke goed gaat. En dat alles mooi wordt en opgelost wordt. En dat voor elk mogelijk probleem is er gewoon een oplossing. En nou, dat is wel fijn. En nou goed, anyway. Wat ik vandaag wilde vertellen. Vorig jaar ben ik heel erg obsessief bezig geweest met mijn academy en online programma's. En ik moest en zou ook een goed passief inkomen hebben. Want ik heb natuurlijk al wel online programma's en die verkopen ook gewoon consequent. Maar ik liep me vorig jaar enorm verleiden door al die andere ondernemers die binnen een dag, ik weet niet hoeveel, tienduizenden euro's omzetten. En passief inkomen en vrijheid en la la la. En ik liep me echt verleiden. Ik stuitte er echt keihard in een valkuil. Oh, ik denk wel 20 keer trouwens. Om, nou ja, om daar ook voor te gaan. En
dat merk je soms wel, dat je een tijdje iets doet wat niet goed bij je past. Of dat de motivatie niet zozeer echt uit jou komt, maar is meer extern. Hè? Dat, heel vaak gaat het ook over ego en over status. Dus dat was vorig jaar bij mij ook aan de hand, voor een deel dan. En dat gaat ook heel veel geforceerd. Dat gaat niet moeiteloos, dat gaat niet in een flow. En er zit vaak frustratie bij en dat gaat niet hard genoeg. En ja, anyway, ik heb een marketingachtergrond, met name ook een online marketingachtergrond. Maar ik was een beetje aan het schieten met hagel, zoals ze dat noemen. Eigenlijk schiet er alle kanten op. En begin dit jaar heb ik balans opgemaakt. En dacht ik, oh ja, ik ben sowieso niet iemand die heel erg graag dingen volgt. Maar meer een pionier die zelf bedenkt van wat past het best bij mij. Wat past het best bij mijn waarde en wat past het best bij mijn klanten. En ik heb ergens vorige week, denk ik, ik stel mezelf heel vaak vragen. Dan schrijf ik vragen op in een boekje en dan laat ik mijn brein of het universum. Dat is voor mij een verzamelbegrip voor alles wat ik niet tastbaar kan maken. Wat in mijn beleving meer is dan alleen maar je brein. Daar heb ik een verzamelwoord universum voor. Ja, wet van aantrekkingskracht. Nou, ik schreef dat op in een boekje. Meerdere vragen stelde ik erover wat gewoon goed bij mij zou passen, waar ik plezier in zou hebben, waar ik heel veel meer mee mensen zou kunnen helpen dan nu met één-op-één coaching, een mastermind en groepscoaching. Want ik ben maar één persoon, dus er zit natuurlijk wel een plafond aan mijn tijd. En daar kwam eigenlijk iets heel leuks uit. En dat wil ik even met je delen, want ik ga dat als experiment doen de komende tijd. En dat betekent dat jij daar helemaal gratis, voor noppes, niks gebruik van kan maken. Vorig jaar waren de oma haren waarschijnlijk van recht overeind op mijn hoofd gaan staan. Ik deel sowieso heel veel gratis natuurlijk met de podcast en YouTube's en ik geef ook heel veel weg. Maar waar ik vorig jaar nog heel erg bezig was met verdienmodel, is nu mijn uitgangspunt. En wat het eigenlijk ook wel van het begin af aan een beetje is geweest. Ik deel omdat ik het leuk vind en ik deel ook veel gratis dingen. En dan kijk ik wel. Dat klinkt misschien niet heel planmatig, maar ik weet dat het werkt bij mij wel vaak het beste. Ik bied gewoon gratis dingen aan om alleen maar mensen een plezier te doen. Om het enthousiasme op te krikken bij mensen. Omdat het gewoon super gaaf is dat je online gewoon veel kunt vinden. En omdat bepaalde dingen gewoon iemands leven ook echt kunnen veranderen. En wat ik daarmee bedacht heb, ik ben op dit moment ook dan zeg maar in mijn vakantie mijn academy aan het ombouwen. Wat ik namelijk aan het doen ben, ik ben een heel groot gedeelte free content, dus gratis content erin aan het zetten. En ik doe een aftrap met de wet van de aantrekkingskracht en de werking van het brein. En waarom? Ik krijg de laatste tijd zoveel vragen van mensen die zeggen, ja, hoe doe je dat met de wet van de aantrekkingskracht en met je brein? En hoe werkt dat dan? En hoe begin ik daarmee? En hoe weet ik dan dat ik het goed doe? En welke tools gebruik je? En in mijn coaching, één-op-één coaching vooral, maar ook in een mastermind hebben we het er veel over. En zijn we een beetje aan het experimenteren. En dat geeft gewoon zo'n kick dat het werkt. Ik krijg werkelijk elke dag een berichtje van klant. Of soms wel meerdere klanten die heel vaak ook woorden gebruiken als bizar en wat apart en ik moet het even delen en wat toevallig. Hè, sinds ze bepaalde tools gebruiken en nu heb ik dan echt even expliciet over de wet van de aantrekkingskracht en je brein. Want in essentie, of je nou wel of niet gelooft in de wet van de aantrekkingskracht, je brein functioneert als het ware ook vraag en instructie gestuurd. En heeft ook bepaalde overtuigingen waarom iets wel kan, waarom iets niet kan. Dus het principe is hetzelfde. Dus wat ik eigenlijk teach, zullen we maar zeggen, kun je toepassen op je brein. Door gebruik van je brein. Dus dan hou je het wetenschappelijk en feitelijk. Of dat je gelooft dat er meer is dan alleen maar dat. En ook heel erg geïnteresseerd bent in de wet van de aantrekkingskracht. En weet ook dat er veel meer wetten zijn dan alleen maar de wet van de aantrekkingskracht. Wet van creatie, oorzaak en gevolg, incubatie. Nou, het zijn allemaal soorten wetten. Ik heb daar trouwens een training voor gemaakt en die ga ik ook gratis maken. 13 universele wetten. En wat nu even misschien voor jou leuk is, als je nu aan het luisteren bent,
hoe ik het in de eerste instantie op ga zetten. Want ik ga het als een soort experiment uitzetten. Om ook even te kijken van hoe werkt dat nou het best? Want ik weet ook dat heel veel mensen zeggen, het zou ook wel leuk zijn om ook even te horen hoe anderen het doen. En als ik iets heb meegemaakt of iets heb gemanifesteerd, zoals je dat dan noemt, of iets heb bereikt, vind ik het ook leuk om het te delen. Of als er iets gewoon gebeurt waar ik zo enthousiast over ben, dan heb ik zo'n behoefte om dat te delen. Maar in mijn omgeving lukt dat vaak niet. Hè? Want heel veel mensen zijn hier gewoon niet mee bezig. Ze zeggen ook, je wordt gemiddeld van 5 à 6 mensen met wie je het meest omgaat. En als je meer omringt met mensen die hier ook mee bezig zijn. En je laat inspireren door wat zij doen en hoe zij het doen. En ook wat dingetjes van jezelf deelt als je daar zin in hebt. Dan ontstaat er ook een bepaalde chemie, enthousiasme. Dat zie ik in de masterminds bijvoorbeeld heel erg duidelijk. En dus voor mij is het een eerste doel om mensen te leren hoe je de wet van aantrekkingskracht en je brein voor je kunt gebruiken. En welke tools er zijn en hoe je dat precies kunt doen. En ik deel heel veel van mezelf hoe ik dat dan doe. En dat kun je dan gratis bij in mijn academy. Maar ik ga in de eerste instantie dat in een WhatsApp groepje doen. En waarom doe ik dat? Simpelweg omdat ik dan bijvoorbeeld als ik iets heb neergezet, dan deel ik het ook in die groep. Dat betekent eigenlijk dat je dan op dat moment rechtstreeks via je WhatsApp, gewoon met je telefoon, kun je erbij. Hoef je ook niet naar de Academy te doen. Dus 1 stapje minder. Kan wel hoor, want alles staat ook daar dan. Plus in die WhatsApp groep kunnen mensen dan ook vragen aan elkaar stellen of dingen met elkaar delen als ze daar behoefte aan hebben of niet. Hè. En je mag daar ook eventueel vragen neerzetten. Maar ik ga in ieder geval van tevoren 1 ding afspreken. Ik ga jullie niet coachen. En waarom zeg ik dat zo expliciet? Omdat het mijn valkuil is. In mijn online programma's met een stuk begeleiding erbij, dan is mijn enorm grote valkuil dat ik heel veel tijd steek in iedereens processen en ontwikkeling en vragen. En soms reken ik dat door met mijn accountant, dus Aaron, mijn vriend ook. En door de hoeveelheid uren die ik erin zet, wordt het gewoon niet winstgevend. Sterker nog, dan speel ik of alleen maar kiet of ik verlies er zelfs op. Dat is mijn valkuil, dus dit experiment is ook net zo goed voor mij. Dus wil je dan op dat moment persoonlijk door mij geholpen worden, dan gaan we gewoon samen even kijken wat voor jou de beste mogelijkheden zijn. Als het gaat om tijd en als het gaat om budget en praktische zaken. Maar dat betekent niet dat ik helemaal niks doe met die vragen. Hè? Ik lees natuurlijk wel af en toe even van wat leeft er en wat ik er dan mee ga doen. Als ik zie dat er bijvoorbeeld wat vragen zijn, dan ga ik kijken hoe kan ik dan een volgend onderdeel daarop inspelen. Want het is ook zo dat als 1 iemand een vraag heeft, is dat vaak ook een afspiegeling van heel veel mensen. Heel veel vragen zijn universeel. Dus even kort samengevat. Ik ga de komende dagen en volgende week heb ik de hele week vol zitten met coachsessies, maar ik ga de komende dagen in elk geval de afronding doen van mijn gratis academy. Waar in de eerste instantie de nadruk zal liggen op de wet van de aantrekkingskracht en de werking van je brein. Dus als je daarin geïnteresseerd bent en je wil er meer van weten en je vindt het wel, je vindt het wel een kick om veel bewuster te werken met bijvoorbeeld je gedachten en met het universum en dingen aan te trekken in je leven. Maar je weet nog niet zo goed hoe. En je wil daar tools voor hebben en uitleg dat je helemaal snapt hoe het werkt. Dan is dit echt wat voor jou. En je hoeft bijna niks te doen. 2 dingen. Je moet me even een appje sturen. En dan zet je alleen zoiets als ik doe graag mee. Ik ga ook even nog niet reageren. Ik reageer pas op iedereen. Ik zet je dus in een WhatsApp groep. Dus eventjes ten aanzien van de privacywetgeving. Iedereen die zich aanmeldt van ik doe graag mee. Die voeg ik toe aan een WhatsApp groep. Dus dat is even belangrijk om je dat te realiseren. En op het moment dat de eerste module klaar zit. De module is gewoon soms een spraakbericht waarom ik iets uitleg en meteen een tool deel. En ik laat je ook vaak zien door middel van een foto van hoe ik het doe. Of een video hoe ik het doe. Of ik laat je iets downloaden waar je mee aan de slag kan. Die deel ik dan meteen in die WhatsApp groep. En ik hou je even op de hoogte van wanneer je wat kan verwachten. En naast dat jij dus even zegt ik doe mee, heb ik ook je e-mailadres nodig.
En waarom heb ik dat nodig? En dat is gewoon om een account voor je aan te maken in mijn Academy. En ik laat ook vanuit het programma, zeg maar mijn Academy, wordt automatisch een mailtje gestuurd als bijvoorbeeld iets nieuws klaar staat. Dus dan weet je sowieso zeker dat je niks mist. En de toevoeging van de WhatsApp groep is simpelweg dat ik daar rechtstreeks dingen in deel. En dan kun je huppakee meteen lekker mee aan de slag. Dus dat. Dus topics vooral in de eerste instantie aan de wet van de aantrekkingskracht. En de kracht van je brein. En je kunt dan, ik ga nog even kijken hoe ik dat ga faciliteren. Misschien ga ik op mijn website een soort forum functionaliteiten aankoppelen. Zodat je met elkaar eventueel daarover van gedachten kunt wisselen. Of dingen met elkaar uit kunt wisselen voor de mensen die daar behoefte aan hebben. Maar het hoeft niet. Je mag ook gewoon in die WhatsApp groep en weet ik veel helemaal niks zeggen. Dat is helemaal aan jou. Want ik hou er gewoon niet van om dat verplicht te maken. Dat is gewoon, heb je behoefte? Heb je er behoefte aan? Heb je geen behoefte aan? Heb je geen behoefte aan? We hoeven ook niet moeilijk te doen met voorstellen en dat soort dingen. Dat komt ook allemaal wel als mensen daar op zitten te wachten. Ik zit even te kijken. Ik zet wel eventjes hieronder mijn contactpagina neer. Want ik weet niet of het heel slim is om op YouTube je telefoonnummer te zetten. Geen idee eigenlijk. Maar ik zet wel even mijn contactpagina neer. Dus het enige wat je doet is mij even een appje sturen. Ik doe graag mee en je e-mailadres. En dan laat ik jou weten wanneer er wat klaar staat. En ik hou je even op de hoogte. En mijn alarm gaat af. Die zet ik altijd een tijdje voor van tevoren. Dan kan ik nog even rustig lunchen. En mijn sessie voorbereiden. Nou, dat was het eigenlijk. Dus, oh ja, tot slot. Dan toch even. Misschien ben jij niet de enige die geïnteresseerd is in de werking van het brein en de wet van de aantrekkingskracht. Nodig ook iedereen uit waarvan je denkt, zij of hij heeft hier iets aan. Er zit dus ook geen addertje onder het gas. Ik ga ook niet zitten verkopen en dat soort dingen. Ik persoonlijk geloof ik er heel erg in dat als jij behoefte hebt aan iets meer coaching of wat dan ook, dan weet je me wel te vinden. Ik merk gewoon ook dat vooral als ik gewoon lekker podcast en heel vaak helemaal niet eraan denk om een call to action, hè, zoals ze dat zo mooi noemen, eronder te zetten. Dan ja, mensen komen toch wel als ze daar behoefte aan hebben. En als het niet is, ook goed. Ik vind het alleen maar hartstikke leuk dat ik mensen kan inspireren. En ik geloof ook heilig in, hoe zeg je dat? Als je kunt delen, dan kun je ook vermenigvuldigen. En dat is niet mijn intentie, maar ik heb het altijd. Ik heb het ook wel als ik vroeger bijvoorbeeld in een bushokje zat, toen nog met de bus ging en dan zat iemand te praten of zo, of samen met iemand of tegen mij. En dan was ik ook altijd al aan het helpen. Dus het is ook een soort van drang, omdat ik denk, ik heb zoveel kennis en ervaring opgedaan. Niet alleen maar voor mezelf, maar ook mijn klanten en heel veel mensen uit mijn omgeving. En soms kan je iemand probleem of oplossen of iemands, ja niet zelf natuurlijk, of iemands leven heel erg veranderen door gewoon een stukje kennis te delen. En dat is ook mijn missie naast het coachen. Nou, misschien zie ik je wel en misschien niet. Ik wens jou een hele fijne dag en tot de volgende keer.